schema 5 met de twee handen samen, in de rechterhand het akkoord twee keer en linkerhand de losse noot. Dit ritme van schema 5 lijkt heel sterk op het ritme van schema 4 en het ritme van schema 3. Eigenlijk is het een beetje een mengvorm van schema 3 en 4 samen. 1, 2, 3, 4. Schema 5 nu, maar nu met in de linkerhand de akkoorden en in de rechterhand de losse noten. Het beste is dat we zo beginnen met de twee handen. Met de twee handen zo. 1, 2, 3, 4. Ook ik heb hier een aantal kleine aarzelingetjes, omdat ik even twijfelde. Dus zo zie je maar dat zelfs ik, wanneer ik dit op zich moet doen, niet altijd zeker van mijn zaak ben. Je kan dit ook met de twee handen samen akkoorden doen. Dat is altijd een oefening die ik sowieso, waar ik zeker mee zou beginnen, met de twee handen samen akkoorden. En dan kun je zelf kiezen in welk ritme. Je kan het 8 keer doen per maat, dat is heel snel. Ik ga dat een keertje doen met schema 5. 1, 2, 3, 4. Je kan altijd, als het veel te snel is, dit tempo, met één hand alleen meespelen, bijvoorbeeld. Dat is ook een goede oefening. Veel plezier met dit schema nummer 5.